Yo kijkers van IMT, vandaag ben ik weer een nieuwe aflevering van Rocket League Sunday. Leuk, nu een leuke aflevering, vergeet niet te abonneren en geef alvast even een like. En dan gaan wij snel beginnen. Even kijken als we deze keer wel kunnen winnen en als we goede teammates hebben. En ik ben zo nog eens aan het klungelen. Ik heb zelf niet heel veel meer Rocket League eigenlijk gespeeld. Ik heb wel ander goed nieuws. Ik heb even nieuw apparatuur gekocht van mezelf. Dus een nieuwe studio mic houder en dat soort dingen. Geen nieuwe microfoon. Dus binnenkort heb ik ook wat beter geluid. Praat niet meer boven het microfoon langs, maar echt tegen mijn microfoon aan. Dat is een plus situatie. Een win-win. Zowel voor jullie als voor mij. Want ik heb dan meer plaats om dingen hier te doen. En jullie hebben beter geluid. Wat willen jullie nog meer? Ik niet. Wow, en lag trouwens. Dat ben ik altijd nog een keer gefixt, hoop ik. Teammate, mooi schot. Prachtig. Wat gebeurde daar nou precies? Er was een poging tot defense wat fout ging. Ja, die andere teammate reed dus in de weg. Want ik heb steeds nog 0 punten. Oh my fucking god. En nou niet meer. Dank je. Toen kreeg ik 140. Dank je. Ja, als er niemand anders op afrijdt, ja. Het is een 3-man party. Dan knal ik het er wel in. Die was echt te makkelijk. Maar hey, dat maakt uit. Hij zat. Daar gaat het om. Laten we even kijken wat de bal nu allemaal gaat doen. Waarschijnlijk richting onze goal. Of hij wordt gefrozen. En ik word geteleport. Maar mijn teammates geen flauw idee hebben wat ze aan het doen zijn volgens mij. Zo, teammate. En bedankt. Ik moet nog een keer cat aantikt. En weer. Boom, jongen. Allah Akbar. Oké. Okay. Ik weet niet wat er allemaal nu gaat gebeuren. Maar het zag er heel raar uit. Maar ze hebben wel gescoord. En iemand heeft meer punten dan wat ik heb. Daar word ik niet zo heel erg blij van. Ik wil graag MVP worden. Alleen mijn teammates die zijn die echt... Ik zou zeggen, die weten niet precies waar mensen rijden. En die kijken ook niet naar. Dat is op zich vrij jammer. Daardoor kun je heel veel punten mislopen. En ik weet wel vaak waar ze rijden. Die kant op. Die 20 punten wil ik hebben. Maar. Hoppa. Omhaal goal. Wat? Was dat geen omhaal goal? Dank je. Oh, hij tikt daar de enemy nog aan. Nee, dat is inderdaad geen omhaal goal. Maar hij zat wel. Naar Hartom. Maar ja, gewoon 3-man party die we even afslachten. Hoppa. Hoeveel shot on goals wil je hebben plus reddingen? Dat is een perfect voorbeeld van hoeveel je er kunt halen. In een seconde tijd. Dat was... Ja, de hele goal was ook leeg van ons. Dat was op zich te verwachten. En wat gaat er nu gebeuren? Ik weet echt totaal niet wat er gaat gebeuren op dit moment. Puur omdat die enemies en wij allemaal zo random spelen. What the fuck? Die teammates hadden die enemy tegen moeten houden en dat gebeurt niet. Ze reden echt allemaal een andere hoeken in. Ja, en dan weet je het niet. Dat is op zich best wel balen. Dat zag ik nog niet aankomen, dat ze scheef gingen spelen. Ik dacht, oh, die gaat wel recht vooruit. Of over mij heen. Dat, schijnbaar ook niet. Teammates. Die zijn echt annoying flikkers, wisten jullie dat? Die teammate had nooit mogen springen.
Het zijn net gewoon die standaard teammates die proberen te winnen. Maar dan gewoon niet weten wat ze aan het doen zijn. En dan gewoon maar iets randoms gaan doen. En het team om iets een strategie te gaan wijzigen. En het gaat mis. Het is wel MVP van de lobby, dat wel. En dan weten ze niet meer wat ze moeten doen. Dan gaan ze AFK staan en zo meteen rage quitten ze. Dan krijg je zo'n annoying bot. Dat is net iets te laat. Met reactievermogen. Of ze doen dat soort dingen. Gewoon dat ik had kunnen scoren en dan tik ze aan de kant. Dat ze een grote ego hebben. Of ze doen dat weer. Power up verneuken. Dan is het makkelijk hadden kunnen scoren eigenlijk. Of. Ja, en ik weet het allemaal niet meer. Jongens, er ligt een bal clear voor de goal. Goed zo. Alleen niet Berg en Essis, hè, maar hij wordt tenminste gescoord. En hij kan zo een mooi voorgelip kunnen leggen. Hé, de bot heeft animaties. Is er een alien op? Oh, lol, nooit geweten. En waarom staat er nog eentje AFK? Nee. Why? Maar in één keer leeft hij weer. Out of nothing. Oké, okay, dat ging beter dan verwacht. Teammate afmokken. Altijd een hoekje spelen. Die ging nog minder goed dan verwacht. Ik heb nu al spike en spike. Teammates. Oh my fucking god. Hoe? Kijk, ik kreeg in één keer. Ja, ik reed die mis. Nou, weet je, dus als je me zo pakt, dan weet je als het gewoon fout gaat. Gewoon mijn tactiek proberen te doen, ja, dan gaat het gewoon fout. Niet weten hoe je die moet doen. De teammates gaan we verliezen. Jongens, wat zeg ik nou? Altijd die hoek in spelers niet weten wat je moet doen. Oh my god, hoe doen jullie dit? Teammates. Hoe? Wel die Raptor. Als we die niet hadden gehad. Een andere teammate van de plaats hadden gehad. Was het denk ik veel beter gegaan. En dan hebben we ook allebei spikes. Dat heeft geen nut bij spike. Spike. Het puntje bij paaltje. Ja, jongens, ik moet die bal hebben. Ik heb spikes. Boom. En ik begin honger te krijgen. Ik weet niet wat het is. Jongens, het was dan niet voorbij, maar jullie verneukt het. Nou, in ieder geval. Ik sta wel goed hoog in de klassement. Of niet. Stond. Maar blijf een like achter, niet abonneren en tot de volgende keer. Doeg!